Subsidiegevers zitten dadelijk daar ook, in ieder geval een deel ervan. Dus je probeert toch een goede indruk te maken. Iemand die altijd bezig is geweest met kunst en cultuur, ik ken hem nog uit Schiedam, was het, hè? Heel lang geleden. Maassluis, sorry, de Schuurkelder, Maassluis. Nou, dat is een kleine 300 jaar geleden toen wij daar bezig waren. Jij hebt je bent onze stadsdichter, wijkdichter van Bevermaart. Wil je deze even, ja? Wijkdichter van Bevermaart. Ja, dus jij hebt een prachtig gedicht geschreven, Jos Knoop. Neem niet kwalijk, ja. Jos Knoop, jij hebt een prachtig gedicht geschreven. Waar gaat het over? Het gaat over dat ik niet veel over de politiek weet, maar wel een advies over de politiek heb. Nou, dat horen we vaker. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw gedicht. Ja. Dankjewel. Applaus, dames en heren, vast voor Jos Knoop. Het heet dan ook Stemadvies van een leek. Politiek kan mij niet boeien, toch hier mijn verkiezingswens. Kies geen draaikont, beest of eikel, stem op een rechtvaardig mens. Iedereen die hier kan stemmen, trek een duidelijke grens. Kies een mens, wil ik u smeken. Kies een vredelievend mens. Stem warmbloedig tegen haat en tegen iedere tendens die een ander mens wil raken. Kies voor mensen. Kies een mens. Laat slechts mensen ons besturen. De gevolgen zijn intens. Als u nu verzuimt te stemmen, kies een mens, mens. Kies een mens. Nou, ik vind het nog steeds een politiek orgaan wat zich vormt. Als je ziet waar men vanuit is gegaan, vanuit de Koolsingel. Er is ook een stimulans gegeven, hè, van mensen, bewonersorganisaties. Meld je nou aan. En als je ziet wat er is overgebleven, in IJsselmonden waren dat 6 partijen. Die hadden zich aangemeld als bewonersorganisatie, is er 1 van overgebleven. Dat geeft natuurlijk te denken. De gemeente is daar in gefaald, naar mijn mening, op het feit van dat ze te weinig ondersteuning hebben gehad in de formaliteiten die plaats moeten vinden. En er is ook geen budget gesteld. Er is 1 deelgemeente die heeft een budget gegeven aan de burgerorganisaties. Dat is Schiebroek Schiebroek. Mag ik even vragen, hoe zijn er dan de geld? Hoe kom jij aan je geld dan? Ben jij wat druk jezelf promoten? Geld? Als zijn de campagne geld. Ja, wij betalen als CDA'ers gewoon elke maand een bepaald bedrag. Volgens mij hebben ze dat allemaal op het eind van het jaar op grote hoop gegooid. En dat hebben we verdeeld over de 13 deelgemeentes. Dus we betalen gewoon van ons eigen salaris eigenlijk. Hebben we dat zelf ingelegd. Van je eigen salaris? Ik weet het, dan weet je van de regering gedaan. Dus moet je even op je blauwe ogen geloven. Werkt dat zo, zoals Kirsten zegt? Nee, verschillende partijen. Ik weet niet elke partij. Verschillende partijen die leveren elke maand een bijdrage. Voor zeg maar een soort koffiepot voor posters. Investeren voor de campagne. Dus politieke partijen hebben namelijk een budget om zeg maar, de campagne uit te voeren. Burgerorganisaties hebben dat niet. Wat zegt u? Kan toch ook, ja, eigen geld is eigen geld. Dus als je een politieke partij begint, dan leg je ook eigen geld daarin. En het hoeft zo duur niet te kosten hoor. Nee, wat ben je kwijt zo maand? En tot nu toe nog niet veel. Ja, dat is geen antwoord. Welke bedragen moeten we denken? 100, 1000? Dat ligt er helemaal aan. Als je elk bushokje wil kleden met alle posters van het CDA, dan zijn we een hele hoop geld kwijt. En dat hebben we niet. Maar we hebben wel wat. En we hebben gewoon gekeken van, nou, wat is nou effectief? En waar kunnen we wel echt de mensen bereiken? En wij hebben meer ontdekt dat het veel belangrijker is om bijvoorbeeld Keizersvaart op te gaan en met de mensen in gesprek te gaan. En dat kost helemaal niks. Hoopvrije tijd. Hoopvrije tijd, ja. Dat wel. Maar dat is heel leuk om te doen. Ja? Ga je ook op die manier campagne voeren? Ja. Dat denk ik al oud zijn.
Maar denken ze dan dat, joh, daar staat een mens of daar staat die vent van lijst? Nou, ik wil gezien worden als mens. Ja. En u? Wilt u ook gezien worden als mens of vertegenwoordiger van het CDA? Ja, ik ben een mens wat op dit moment het CDA vertegenwoordigt. Maar als ik straks naar huis ga, ben ik weer moeder. En als ik straks voor de klas sta, ben ik weer docent. Maar toch altijd wel diep in mijn hart hou ik van het CDA, dus ja. Je bent, oh, er zit iemand van het CDA, of is dat je moeder? Ik niet. Nee, dat zijn meestal mensen die hard zich lappen, dus ik ben het er gewoon mee eens. Nou, dat vind ik mooi. Nee, dat is, ik hoor ze bij u weinig klappen, vind ik jammer. Dus even kijken of, oh, die mevrouw daar. Anja, jij klapt iedereen gewoon. Dan weten we gelijk wie jouw lijst betaalt, zeg maar. Dat zijn die mensen daar. Nou, niet meer. Nee, is dat niet zo? Maar we zien daar dus de mens. De mens die er zo in de wijk woont. Die moeten we wel zien, tussen alle partijen door. Ja, inderdaad. Die moet je zien, als mens. En wat is de beste eigenschap van u als mens? Betrouwbaar, eerlijk. Ja, u blijft maar aankijken met zo'n zicht van de zeg maar. En altijd aanspreekbaar als je mensen buiten, zeg maar, de politieke bestel. Oké. En jij bent best aanspreekbaar buiten het politieke bestel om een beroep op je te doen? Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk. Ik hou heel erg van mensen. Ik ben ook echt mensenmens. Ik herken mezelf wel een beetje in het gewicht als ik zo brutaal moet zijn. En ik vind het gewoon heel fijn om van IJsselmonde een samenhorige deelgemeente te maken. Tot zover we dat dan niet zijn. Volgens mij is er best wel iets te winnen. En daar wil ik me enorm voor inzetten. Oké, nog één zin dan, met niet meer dan 3 komma's. Nou, mag niet even naar zo'n terugkomen? Ja, kom even naar zo'n terug. Dat is één zin. Is. Met dat interview daar, wat daar plaatsvond, werd er gezegd van meer invloed. Dat gaat, het is niet zeg maar een borg van kracht die je uitwisselt zoals het bij de deelgemeente was. Deelgemeente was wel, nee, maar invloed. Maar invloed moet toch van beneden komen. Dat, die afspraak hebben we toch gemaakt. Vanuit het volk naar u en dan naar de Koolsingel. Ja, die richting. Maar niet van de gebiedscommissie direct naar de Koolsingel toe. U zit er wel tussen. U zit er wel tussen, ja. En dat wil u graag zo houden. De burgers zijn het niet dadelijk tegen te leiden. Maar waarom wilt u dan zo graag tussen zitten? Kan ik een beetje sturen of zo? Nou, nee, daar ben ik niet een voorstander om te sturen. Nee, wel begeleiden. Daar waar de wenselijkheid is van mensen, ze zeggen van dit en dit gebeurt er, vindt er plaats in mijn wijk, kan dat veranderd worden, dan ga je in gesprek en dan kijken of je een soort advies kan opstellen. En dat bespreek je natuurlijk in de gebiedscommissie en dat leg je het weer voor aan de mensen die erover gaan. Dat zijn dan de burgers, hè? Want het moet een bottom-up verhaal wezen en dan breng je het in de klossing op. Dat is mij duidelijk. Oké, nou ik hoop dat iedereen ook duidelijk is. Ik zie ze daar zwaaien en daar spelen. Dankjewel. Over die mevrouw nog eventjes, als ze zegt over de, van de, ja daar is het spoor bij, ik mag u één voorbeeld geven. De afgelopen week kwam iemand naar me toe, die heeft hier in IJsselmonde heeft hij een tuin. En die is al maanden bezig, binnen de ambtenarij, om te kijken hoe precies de prijzen worden vastgesteld. Die loopt daar volstrekt in vast. Dus met andere woorden, het is veel te makkelijk. Ja, ja. Die meneer die zit met de volkstuinen. Ja. Zullen we even antwoorden? Mevrouw, we gaan heel eventjes... We gaan hem even afsluiten. Gaan we... U mag uw zin afmaken. Nee, ik mag niet meer uw zin afmaken. Ja, ik begrijp de discussie. We hebben allemaal discussies. Ik heb dat ook vaak met mijn vrouw. En vandaag is Wilma mijn vrouw. En ondanks haar blonde haar heeft ze een goede baan. En alle vooroordelen die wij hebben.
op mooie blonde vrouwen. Die moeten we even van tafel vegen. Want jij hebt een goede job, heb jij? En jij denkt ook na over de politiek. Ja, als het me gevraagd wordt, wil ik wel doen. Eigenlijk ben ik niet zo erg politiek geïnteresseerd. Waarom ben jij niet politiek geïnteresseerd? Ik vind dat die mensen zo goed kunnen praten dat ik vervolgens niet meer begrijp wat ze zeggen. Ik ben daar te dom, toch blond, ja. Dat wou ik dus helemaal niet zeggen. Maar je bent dus niet politiek, maar dan hebben we gevraagd, wil jij in de folders gaan duiken? En dat heb je dan achterin volgens ook gedaan. En wat val je dan op? Er valt me van alles op. Ik heb een verzameling hier. En natuurlijk ook dat boekje wat we in de brievenbus hebben gekregen. En een krantje en van alles en nog wat. En dan zie ik prachtige kapsels, goed keurig verzorgde heren. Prachtig grijs haar, ja. En deze ziet er ook super betrouwbaar uit natuurlijk. Hè. Ook zo'n serieuze bril, mooi pak. Veel groen ook trouwens wordt er gebruikt in het foldermateriaal. Groen is een heel populaire kleur. Het viel me op. Ze willen heel vaak hetzelfde. Iedereen wil meer groen in de stad, wil veiligheid, wil goede zorg, wil van alles. Maar is er wel iets opgevallen dat je dacht van, hé, die onderscheidt zich van de rest, gezien de folders, hè? Nou, bijvoorbeeld deze met al die vrouwen. Ik moet zeggen, die vrouw hier is dan wel de allermooiste. Die staat hier niet op, maar wij hebben hier Kirsten, dus dat is toch ook wel leuk. Maar het gaat om de inhoud en niet om de buitenkant. Maar als vrouw spreekt me dat natuurlijk aan, dat vrouwen hier voor het voetlicht geschoven worden, dat er extra aandacht wordt besteed aan veiligheid en goed wonen voor. Maar dat is dan toch een vooroordeel? Je neemt een vrouw omdat het een vrouw is? Een vrouw begrijpt een vrouw beter dan dat een man dat doet, volgens mij. Oh, maar dan heb ik ook wel een lekkere seksistische. Even denken hoor. Ik ga alle foto's af omdat ik ervan overtuigd ben dat je genaaid wordt in de politiek. Dan stem ik gewoon op de mooiste vrouw. Maar als ik dan toch genaaid word, dan graag een mooie. Ja, natuurlijk. Nee. Ja, dan is het ineens oneerlijk. Dat snap ik niet. Dus met twee maten meten, dames. Ik kwam hier een flyer nog tegen. Beste Rotterdammer. En dan staat er onder andere in kritiek. Leveren vanaf de zijlijn is makkelijk. Zeker in tijden van de economische crisis. De PvdA neemt haar verantwoordelijkheid door de stad op een eerlijke manier en sociale manier te besturen. Wat zie ik aan de achterkant? Kritiek leveren vanaf de zijlijn is makkelijk, zeker in tijden van de economische crisis. Dat staat er twee keer op, die snapte ik niet helemaal. En twee keer ja zeggen is nee dan, toch? Ja, maar ja, je stopt dus wat in mijn neus, joh. Sorry schat, ik ben afgeleid, ja. Maar goed, dat is de kracht van de herhaling en dat is bij mij ook wel een beetje nodig, ja. Ja, ja, je moet het een paar keer zeggen tegen je? Ja, zeker. Vraag ik, hè? Ik zeg het, ik vraag het, ja. D66 wil ruimte voor Rotterdammers, een goede zaak. Kwaliteit van onderwijs verbeteren, voor iedereen kans op een diploma. Volgens mij vindt iedereen dat gewoon belangrijk. Meer groen en gezonde lucht in de stad. Ik zag dus vooral veel overeenkomsten. Ja, er was niemand die zei van, joh, doe maar nog een extra luchtvervuiling of zoiets dergelijks. Nee, dat viel een beetje tegen ook. En dat onderwijs, of gooi alles dicht aan culturen. Ik ben voor 7000 Polen in elke straat. Ja, lijkt me een goed plan. Nee, maar bedoel, afgaand van de folders, want je had totaal geen verstand voor politiek, dus je hebt geen politieke voorkeur, om het zo maar even te zeggen. Waar haakte je af? Waar haakte ik af? Welke folder stootte jou af? Of het meeste? Nee, dat had ik niet speciaal. Ik heb wel geprobeerd het allemaal met aandacht te lezen. Dat viel niet mee, moet ik zeggen. Maar je leest hele boeken. Dit zijn hele kleine rotsfoldertjes. Dan is zulke pillen leggen op bij ons op het nachtkastje. En die lees je in één nacht uit. Je krijgt 6 folders. Waar lag het probleem dan? Waar lag het probleem? Ik had het gevoel dat ik steeds hetzelfde verhaal zat te lezen. Dus eigenlijk hebben ze gewoon zelf bijna hetzelfde verhaaltje klaar. Natuurlijk zijn er wel verschillen, maar er zijn meer overeenkomsten dan verschillen, denk ik. En op wie ga je nou stemmen? Ik geloof dat ik daar nog een nachtje over moet slapen. Maar wat me wel opgevallen is, dat we dit kregen. Wat is dat? Een condoom. Keihard de sociaalste. Dan ben ik te oud om zwanger te raken, maar ja. Zo kan je altijd krijgen, toch? Ja, maar ik zag op de website van de D66 dat zij pleiten voor een gratis SOA-test. Dus dat, als dit niet betrouwbaar is, dan kan ik dat natuurlijk altijd. Zullen we uitproberen? Niet waar iedereen bij is. Nee. Dankjewel, Wilma. Ik kijk gelijk in blinde paniek. Oh. Hoi.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vaders zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet dan dat voorgoed voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een hek. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp moet gemoderniseerd, nu zijn ze op de goede weg. Want zie hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien hoe of dat het bankstel staat bij Mien en haar dress zwaar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dat dat voorgoed voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht. Die nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoetout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtje springen. Dit dorp van toen, het is voorbij. Dit is wat er bleef voor mij, een aanzicht met herinneringen. Dat voorgoed voorbij zou.